God of my best is yet to come Mabel zegt het zo mooi het zijn de gunst bewezen. des hier dat we niet zijn omgekomen. my Het is niet wat je denkt het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle problemen boem om met Goedendag, kijkers en luisteraars. Van harte welkom bij het programma. Uh, het is wederom een voorrecht voor mij om u vandaag te bemoedigen vanuit dat woord van God. Ik wil alle mensen die kijken via de televisie en luisteren naar de radio, groeten in de wonderbare naam van Jezus. En ik wil u zeggen dat God van u houdt. En God weet precies waar door u heen gaat. En God, Hij is een liefdevolle God en Hij wil u helpen. Hij heeft een plan met ons leven. En vandaag wil ik uh, wederom. Waaruit dat woord van God lees uit de Bijbel. En ik lees vandaag uit Psalm 119, vers 105. Psalm 119, vers 105. Waar de Bijbel ons iets uh, laat zien. Ik wil vandaag praten over het woord. Het woord van God. En de Bijbel zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nogmaals. Hij zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat u moet weten is dat we, wij als mensen, we leven in een wereld van duisternis. Een wereld waar er zoveel dingen om ons heen gebeuren. En waar we eigenlijk geen weet van hebben, van waar... Die dingen komen, waar is de oorsprong. En er zijn zoveel situaties, er zijn zoveel dingen in deze wereld, problemen. En we, we zoeken naar een oplossing. We zoeken om eruit te komen uit deze problemen waarmee we geconfronteerd worden in ons leven. En de Bijbel, het woord van God, geeft ons het antwoord, eigenlijk. Maar om het antwoord te vinden, moeten we dat woord van God kennen. Want hier zegt de psalmist: Hij zegt, Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Kijk nu, als u, bijvoorbeeld s'avonds, wanneer u s'avonds naar buiten gaat en er stel je voor, stroom is uitgevallen, er is geen licht. En dan weet u hoe donker het is s'avonds. En als u geen licht bij u hebt. En u niet ziet wat voor u is, dan weet u ook niet waar u naartoe gaat. U weet niet of er een, een, een steen voor u is waarover u heen u kan struikelen. U weet niet of er een, een, een gat voor u is. Ik kan poti de inaolo en ik kan vadu, ik kan draaien enkel, ik kan voet toe. Ik kan kiswa hebi mankiri. U hebt geen zicht eigenlijk waar u naartoe gaat. En... en u hebt geen bescherming als het ware. U hebt geen zekerheid. U, 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 hebt, u, u bent eigenlijk onwetend van zoveel dingen. Wanneer er geen licht is, wat er om u heen is, wat, wat er zich afspeelt om u heen. U hoort sommige dingen, maar u weet niet wat het is. Wel zo ook. Wij als mensen, de Bijbel zegt, uh, we, we leven in, in, in een duisternis. Johannes hoofdstuk 8 vers 12 Johannes hoofdstuk 8 vers 12 zegt ons Jezus praat daar en dan zegt hij ons iets belangrijks. Hij zegt: "De Bijbel zegt wederom sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben." Dus Jezus praat hierover. Van dat we, wanneer we hem volgen, we zullen nimmer in de duisternis wandelen. Dan praat hij hier over die geestelijke duisternis. Net zoals we in die zichtbare duisternis, wanneer we praten over s avonds, het is donker. Je weet niet waar u naartoe gaat. U weet niet wat u voor u je hebt. Je hebt dus een soort mankerie kan kiezen. Je hebt nou een sneak idee, ik kan een you. En noem maar op. Uh, wanneer u licht hebt. I let one fire in a dunguru, Plotling, sling, ye begin she. Ye begin she, Sade, so fist you. Ye begin she, Sade, so bakayu. Ye begin she, sa de Sade na yu umgeving. And wardor, te eshi teyu she, you man you can mix double and you sabpe your pot you foot you saptak me put me foot na so on presi, Uh, Minu kiesman kiri, mo wakaso mino skop nas of mino vader ina olodati. Dat licht eigenlijk geeft ons uh, biedt ons bescherming. Het geeft ons uh, een zekerheid. Het geeft ons veiligheid. Je voelt je veilig in het licht. Je weet van uh, uh, je je ziet van oké, okay, daarpe minuom go.

je kan wakker aan juiste passie voor bereik je doel. Je voorkomt apprecie eigenlijk pe. Je moet go. Vanwege het feit dat alleen de en zolang alleen de je zegt dat hoopu degi zolang alleen de je hebt zekerheid. zolang alleen de je zegt dat ino vandong en kiesi mankeri, alleen e biedt ono bescherming en veiligheid. Wel in die we leven in een wereld van duisternis. En dan praten we over die geestelijke duisternis. Waar we onwetend zijn van zoveel zaken in ons leven. En Jezus zegt: Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Want Hij zal het licht des levens hebben. Maar Hij zegt iets, daar, iets belangrijks daarvoor: Hij zegt: Ik ben het licht der wereld. Dus zonder Jezus, lieve mensen, zijn we in die duisternis. En wanneer we praten over duisternis. Dan hebben we te maken met die geestelijke onwetendheid. In Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 17, daar laat de Bijbel ons iets heel belangrijks zien. Efeze hoofdstuk 4, vers, vanaf vers 17. De Bijbel zegt: Dit zeg ik dan en beduig ik in de Heer, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen: in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods. Om de onwetenheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. De Bijbel zegt, zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om het gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Hier zegt de Bijbel, Paulus schreef aan de gemeente te Efeze, hij zegt hier iets heel belangrijks. Hij zegt van, hij schrijft aan de gelovige mensen die Jezus Christus hebben aangenomen in hun leven. Wanneer u Jezus aanneemt in uw leven, moet u één ding weten: wordt u verlicht van binnen. De Bijbel zegt dat we zonder Jezus, we zijn verduisterd in ons verstand. We, ons denken is ijdel, is vergankelijk. We praxeren maar los zijn En eigenlijk, we, we denken een bepaald fasci en voor een bepaalde situatie, hoe kan ik gemotten uit dat probleem dat die, mi kan doen ...dat mi kan uh, de veilig en noem maar op. En de Bijbel zegt, we zijn verduisterd in ons verstand. voor Waardoor je ziet in een deity, je ziet van Libisma en Praxeri. Je ziet a Appraxeri voor Libisma aan de zodanig dat de man. furus ma yesina gorong tapunis dat sumane horikring ng awang trawang. Sa sain alin op seksal fa gerih. De prakser den wang. abi tamaka na trasma. If a handling di sa den play sa abi au at trasma. If a dat libi au metre of dora a handling sa me play ...en handelijk dat hij al vernietigd was, want rasma libi. Dus na niks te maken de zand dat hij. Enige zand hadden belangrijk isma dat na, die moest komen vooruit. Die moest abimboom. Die moest disi Die moest na zo'n so -so ding. En, en hier praat Efeze ons: hij zegt, we zijn verduisterd in ons verstand. Dus wanneer we Jezus Christus niet hebben in ons leven, lieve mensen, u kunt zeggen wat u wil. Maar het woord van God laat ons heel duidelijk zien dat ons verstand verduisterd is. Waarom, zegt hij, hij geeft het antwoord zelf. We zijn vervreemd van het leven van God. We denken pardon, heel anders dan zoals God denkt. De Bijbel zegt, om de onwetendheid die in hen heerst. Want we onwetenheid, in we hebben geen weet van zaken die zich afspeelt in ons. We zien dingen zich manifesteren om ons heen. We zien eigenlijk het resultaat van die dingen die zich afspelen in de geestelijke wereld zich manifesteren en onreageren. tapdeng sehbar sani sa wesi na nga uay. Mar a sehbar problem sa wesi na nga uay abuan tere. And tere dati got, got te ina in a, 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 a yeye goron tapu. And, and may install the standard ek moto uit adungru dungru goron tapu. At dungru like fa a Bible book e, ler uno. And if you know sabgado, Dan zoek je een oplossing voor een probleem uit dat situatie. Daarom zie je dat volgens mij, vanwege onwetendheid, ze heersen in mij. desma ego ik ben een lukkig man. Mij, ik ben een En meestal, tegen de president, dat hij mij charge, dat hij mij eist, dat is niet zo. Want de mensen zeggen, oké, dit is nou een slachtoffer. Dit is nou wat we kozen aan en dan maak je te maken met een situatie voor jou. En enigszins sta je bij een Van wie kan En dan maak je een direct En dan heb je misbruik van een situatie. En dan maak je... Ik kan het wel lezen, je tjaas money. mijn monie. En dan maak je tegen dat Oké, los op Dat op Maar je moet dit doen. Je moet dat doen. Want dan... Zijn ze op naar je tapu. Alleen maar je kan En dan maak je leugens. Dus waardoor... Je ziet dat in plaats zul eens hij zal kon betere of in, in, in de meeste gevallen als hij kon maar erg want want als eens hij van eigenlijk nog op een licht ding maar alleen money we ibe abif panty dis ibe abif panty datie fukona abadrachs de machas dus vanwege die onwetendheid die in 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 mensen heers nee vawe, waardoor de mens dan zich overgegeven heeft hun hart is verhard, zegt de Bijbel. Je hebt anderen weer. Uh, hun hart is zodanig verhard dat ze niks te maken hebben met het leven van een ander, met het welzijn van een ander. Ze zijn alleen, ik, ik zei, ik zei daarnet, ze zijn alleen maar op zichzelf gericht. En, en hij zegt, uh, hun hart is verhard. En vanwege die. Dus eerst die onwetendheid, het leven van God is niet in hun. Ten tweede, vanwege een liefde voor God, is er nog een ding, in een situatie van onwetendheid, een onwetendheid ergeren, dat is een geestelijke duisternis, ergeren en liefde voor God. Want dus, in een bepaalde situatie, als je een liefde voor die dan is het niet zo dat je een maar die je een liefde voor God zoekt. En als je een liefde voor God Trasmahé worden verkracht, Trasmahé, eepanti die, die, die bezit alleen maar voor conquistaepi aan het einde van de rit, Dit dan next morgen. Dat is, dat is eigenlijk Aurora Kovaadunguru, en de baas daarvan is die, die duivel hemzelf. En de Bijbel zegt, dus nu we vervreemd a, 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 a verframe, verframe zijn voor Ali Bivgaro, de na Ali één ding... En de, de ontweten, is er in deze ma, een En als ik atti dat wil een lobby no de drape. Maar Libisma lobby de een echte lobby voor gade no de. Waardoor je ziet dat om een misbruik en pressie. Om een, 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 een san libisma edu teicha ma kandra. En dan ga ik een san de edu, om een vernietiging, om een pori de chakong Soort de jongen, ik ikan money. Als hij jip me voor het allerlei, En aan het einde van de rit, de jongen deed de straf. En dan heb je ook, de Bijbel zegt, vers 19 zegt ons, in 4: Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Je ziet. Ze hebben niks te maken met het leven van de ander. Dat het leven van de ander even kostbaar is als hun eigen leven. Mensen zien elkaar minder. Ze zien elkaar meer dan die ander. Ze zien die ander minder dan zichzelf. Maar in Gods ogen, lieve mensen, je mag deze. Ik mag dit van je Ik ga om mijn Maar hebt u ooit gekeken? Dat wij ons een goede en een potie willen. na in een schref grebi, ik bedoel, in een schref dottidego. En systeem, alles Dus mensen, je moet één ding weten: God heeft ons geschapen. En God heeft ons niet geschapen om elkanders leven te vernietigen. God heeft ons geschapen om elkaar tot een zegen te zijn. God heeft ons geschapen om elkaar lief te hebben. God heeft ons geschapen om elkaar uh, uh, te verdragen. Mensen zijn verschillend. De een is anders dan de ander. De een denkt anders dan de ander. Maar God heeft ons gemaakt om elkaar lief te hebben. En, en hij, hij, we kunnen dat. Alleen als we Jezus in ons leven hebben. De Bijbel zegt in Eveso hoofdstuk 4... In vers 19 zegt, hun hart is verhard. Ze hebben zich overgegeven aan de immers in, 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 in hun verdoving hebben ze overgegeven aan de losbandigheid. Kijk, die zonde heeft gemaakt dat mensen hun hart verhard is. Ze zijn verdoofd. Luister if even Go Haritivi bijvoorbeeld. En dat raat right. aan de arts in right. Nakivwahwa waan chimprekia. En ba kwan pis sting right. amau begin haratifi. If a man do dati your body. Want a pain sayo abi ano de fu fordra. Daarom fu yo no fear a pain a, a tant arts in naki wan preki so dat ay verdoof and tere harati fi da ine fira pain. Kada baga dat yab yo abi pain mana dat natuurlijk na trasan de mau di pain stiller baga. Mar ine te a datra a tant arts de beise ke harati fi. Ana si bori geri kadi be nakadatra trove drape. Mar de mai verdoofi. Maar zo ook. De mens die in zonde leeft, die God niet kent, ze zijn, de Bijbel zegt, hun hart is verhard. En vanwege die verharding van hun hart, hebben ze zich, ze zijn verdoofd. Verdoofd want dat je in haar gevoel. En wanneer iemand geestelijk verdoofd is, heeft hij geen gevoel voor zijn medemens. Dit heeft te maken met een kostbaar Libisch madrapeel, ik familie. kostbaar in de kostbaar ook doen. Dat zien ze niet. Het enige wat belangrijk is, is dat ze het goed moeten hebben. En of het ten koste van iemand anders is, dat is de Belangrijk is, ze moeten het goed hebben. Maar en, en dan zien we hier, hij zegt... Ze slaan winst, gretig winst uit allerlei onreinheid. Mensen zijn slaven van anderen. Kinderen worden ontvoerd... Om als seksslaven gebruikt te worden. Kinderen worden ontvoerd vandaag de dag in deze wereld. Dames worden ontvoerd. Alleen maar om, om misbruikt te worden. Om, om dan geld te... Dat mensen geld kunnen maken. Geld kunnen verdienen door, door ze, door ze te, eigenlijk te, 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 te gebruiken in een bepaalde industrie. Om geld te maken. Mensen hebben geen gevoel voor hun medemens. Maar prijs God voor Jezus Christus. Hij is gekomen... Jezus zegt: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, Johannes 8, vers 12, zal nimmer meer in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Ik had het idee: arka woord toe. En je deed in een situatie: je eigenlijk je tranga ook toe. Je was ver, uh, uh, verhard, je hart was verhard. Uw hart is verdoofd als het ware. Inakafulg you made a mess. We want to you, you that God love you. lek like, follow that trash ma, love you ook too. But God want that um tapang ang desani. God want that um broke ang desani. That God want that um us uh, dry ulibi ko na ing. But um us sab was sani. Tiday ikan do. Tiday no mapalo si tiwasi yak power kan di ikan chapori ko inwan trash malibi. Ika make mess break for hard for make uh, money. Mar moment outdoor. Dat we allemaal wat snappen is En dat we die gado rekenschap. En daar ontkomt niemand. Er is geen tussenweg dat je boren kwee. En dat je, je, je ontkomt een oordeel uh, 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 dat die. Niemand gaat dat doen. dus God houdt van ons. Hij weet waarom we de dingen gedaan hebben en nog steeds doen. Maar hij wil dat wanneer we zijn woord horen. En hij tot ons spreekt. En hij ons ons ding laat zien. sanobong wie dan wil God van ons dat wij dan tot één keer komen en dat we dan ons gaan bekeren. Dat we opbrouwen dat eigenlijk op porsomens Libisma, die naar God's beeld en zijn gelijkenis geschapen is. Dat wantrouwen Libisma, dat ook geschapen is naar God's beeld en gelijkenis. En vernietigen wantrouwen Libi. En dat is nooit God's plan geweest met het leven van een mens. God houdt van mensen, God houdt van, 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 van ons allemaal. Degene die het minder hebben. Maar degene die het beetje meer hebben. God houdt van alle mensen. We zijn geen eigendom van, iemand, van een mens. We zijn Gods eigendom. We zijn door God geschapen. U bent door God geschapen. Die ander is ook door God geschapen. Mensen hebben ons verwekt. Maar het leven dat ons gegeven is, door God gegeven. En daar moeten we rekening houden. Om Konalibi... Dus het beste is wat we kunnen doen, lieve mensen. Wanneer we dit woord horen, dat we ons hart openen en zeggen van heer mi faya. Gadda faya in Assan Disi. En Gadda natuurlijk in een lobby en ook een strafje. Gadda nou een strafje voor de Sansa doen. God is een God die wil vergeven. Nou, want Gadda zei, vergeef Libisma, te te de eerlijk. En we kunnen in. Dan is hij daar om ons te vergeven. En om ons te herstellen. De Bijbel zegt in, in vers 20, hij zegt maar, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Wanneer u Jezus leert kennen, dan zegt hij, je wordt anders. Wanneer we Jezus leren kennen, dan gaan we Hem ook aannemen in ons leven als onze persoonlijke heiland en verlosser. Dan gaan we Hem. Vraag om ons te vergeven van al onze zonden. We gaan hem vragen om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wanneer we dat doen, dan leert de Bijbel ons dat Hij ons vergeeft. En hij, het bloed van Hem reinigt ons van alle zonden. Hoeveel u gezondig mag hebben. Alles u zonden is uw zonde zo hoog als een toren. Het moment dat u bij Jezus komt en u geeft uw leven aan Hem, Hij is daar om u te vergeven. Want ik weet dat mensen zijn... ze hebben. Een heleboel dingen gedaan in hun leven. En, en misschien. Je, je leeft in een bepaalde situatie. En die die je doen En je je leeft met schuldgevoelens. Weet u, God is een goede God. God is genadig en barmhartig. God is God die niet erop uit is om een mensen te straffen. God is God die wil vergeven. En Hij wil ook u vergeven. U die kijkt naar dit programma. U die luistert via de radio. God wil ook u vergeven. God is genadig. Hij, hij weet waarom we dingen gedaan hebben. Hij weet dat we vanwege die zonden, die dingen hebben gedaan. En daarvoor is Jezus gekomen. Jezus is gekomen om de werken des duivels te verbreken. Maar hij heeft ook onze zonde op zich genomen. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft geboet voor ons op het kruis gegoten. En dat is het en de Bering, maar bega de derde dag, na derde apa en de bijbel zegt hij leeft. en daarom wanneer we tot hem komen en wanneer we hem aanroepen, we karna ing, in en, ing, de wie, en hij, hij luistert naar ons. en wanneer we eerlijk en oprecht tot hem komen en en we ons hart blootleggen voor hem, dan is hij daar om ons te vergeven, is hij daar om ons te reinigen, is hij daar om ons te helpen uit de situatie waarin we zijn, zodat u dan uw verleden loslaat en dat uw nieuw leven begint met hem. God is goed. God is genadig. God is barmhartig. Dus wanneer Jezus zegt, wanneer je mij vallen, zal je nimmer meer in de duisternis wandelen. Je zal het licht des levens hebben. Je zal, je zal een, een toekomst voor u hebben. En u zal zien welke richting u opgaat. U zult niet meer onwetend zijn. Die duisternis zal niet meer in uw, in uw aan het denken zijn. U zult verlicht zijn in uw denken vanwege dat woord van God. Maar dan gaat u bezig zijn met dat woord van God. U gaat uw hart vullen met dat woord. U gaat dat woord rijkelijk in u laten wonen. En als dat woord in u rijkelijk woont, zoals Colossens 3,16 ons zegt... zal dat woord dat u spreken, hij zal u bemoedigen. Hij zal u corrigeren als u fout bent. Hij zal u helpen om, om niet op te geven. Wat u ook mee mag, zal hij u laten zien van geef niet op. God is er, hou vast. En hij zal u leiden... Door dat woord en u gaat zien, u zult het maken. U zult komen op de plaats waar God u wil hebben en u zal een zegen zijn. Waar vroeger u misschien een, een, een probleem was voor een ander, God zal van u maken tot een zegen voor een ander. Ik, heb, ik hoop dat ik u heb kunnen bemoedigen vanuit dat woord van God vandaag. En als u vandaag hebt gekeken en geluisterd naar het programma en u zegt van ik wil mijn leven geven aan de heer Jezus... bid dit gebed met me mee. Wees eerbiedig. Vouw je handen waar u bent. Sluit je ogen. Zeg me maar na. Zeg trouwe God en Vader. Ik kom tot u in Jezus' naam. Ga door je woord toe. En mijn actie Geef Gim genade. Gim pardon voor mijn zonde. Alles wat je doet tegen je woord toe. Met actie is: Gim pardon. Was me ati kring naar je of, of Jezus. En Gim macht die.